Optuin Idee Zwolle stond Jurgen Smit, tuinarchitect en voormalig presentator van verschillende tuinprogramma's. Ook is hij auteur van De Groene Tuin, zijn inmiddels vierde boek. Met recht een expert op tuingebied dus. En dat was te merken. De toeschouwers stroomden toe met vragen en om te luisteren naar zijn adviezen en tips. Nou, maakt niet uit, hè, want het is, de een is de winter. Droog is of droog even doen. Hoe ziet hij eruit in uw tuin? Hij staat, maar is hij van de onderkant niet kaal of... Hij wordt wat kaal. Nou, je gaat hem eigenlijk snoeien op het moment dat je hem te groot of te lelijk vindt. Je gaat hem niet snoeien om zeg maar, bloei te activeren of zo. Normaal gesproken, die skimmia lijkt een beetje gaan. En vaak is het pas na 10, 15 jaar dat ze van de onderkant zo hoog worden dat je ook een beetje de behoefte krijgt om hem weer eens even lekker terug te zetten en compact te maken. Om hem dus weer zo te krijgen. Dat kan er op één manier. Dat doe je over een weekje, nou, weekje 4, zeg maar, half maart. Ga je kijken of scheuten daarop komen. Dus gewoon met één knipper of één stek heeft hij dit gemaakt. Daar kan je wat van leren. Want dat zit dus in zijn genen. Dat is dus hoe die reageert. Als jij dat nou in je tuin wil doen, wat moet je dan dus doen? Helemaal 10, 15 centimeter. Dat is wel een hoop bloemen, dat is wel weer leuk voor een paas. Maar je zal zien, in de zomer staat hij dan weer zo bij. Zonder bloemen dan natuurlijk, maar helemaal mooi gewas.